Welkom bij Asten Nu, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Asten. In deze aflevering aandacht voor de aanleg van de Mijlseweg in Heusden. Die komt er nu eindelijk. Wethouder Theo Martens, de Mijlseweg komt een fietspad. Ik kan niet zeggen eindelijk, want volgens mij gaat het er al tientallen jaren over. Ja, het gaat er al heel lang over. Dit is een heel gevaarlijke weg en dat was hij altijd al. Ooit is de N279 aangelegd, dat was toen S24 nog. Toen is er in ieder geval al een heleboel minder verkeer gekomen, zeker vrachtverkeer. Alleen blijft een gevaarlijke weg voor fietsers. En waarom duurt het dan zo lang dat er hier een fietspad ligt? Ja, prioriteit, stel, we kunnen niet overal tegelijk fietspaden aanleggen. Nou, deze die stond altijd al op het lijstje, alleen ver naar onderen. De Zanderbaan had een hogere prioriteit, die is dus een aantal jaar geleden aangelegd. En deze is nu wat binnenkort aangelegd. Ja, en het lijkt alsof het laatste stukje weg is waar geen fietspad ligt. Nou, de laatste stukje doorgaande weg door Asten wel. We hebben in de regio ooit een sternetwerk van fietspaden bedacht. Daar is ook subsidie voor gegeven vanuit het SRE, de regio Eindhoven. Nou, dit is ongeveer de laatste die daarvan aangelegd was, want die subsidieregeling die is nu ook afgelopen. Ja. Dus dankzij de subsidie komt nou ook de Mijlseweg, of anders had je toch gelegen? Ja, ik denk dat die zonder subsidie niet gelegen had. Mede dankzij subsidie, er moet natuurlijk eigen geld bij van de gemeente, maar het is vooral de subsidie die ons helpt. En wat kost dit? Nou, de totale kosten, dat weten we nog niet, want dat is afhankelijk van de aannemer hoogte die inschrijft. Maar we krijgen in ieder geval 5 ton subsidie. En daar moeten we zelf net zoveel bijleggen. En ja, afhankelijk van wat de aannemer straks inschrijft, dat zal bepalen wat wij uiteindelijk echt kwijt zijn aan het fietspad. U zei straks van als het goed is beginnen we na de vakantie. Wat kan er dan gebeuren? Nou, er loopt bezwaar tegen het bestemmingsplan nog. Dat moeten we proberen op te lossen voor die tijd. Er moet een aanbesteding komen, bestek zijn we het maken. We moeten nog van een paar grondeigenaren grond kopen. Dat zijn allemaal zaken die het kunnen vertragen. Ja, dus ik ga even iets naar links. Er komt een vrachtwagen langs, want hier rijden ze namelijk wel hard. Ze mogen 80 rijden? Ze mogen hier 60 rijden. 60. In het hele buitengebied van Asten mag je 60. Dat kun je zien aan die stippenlijnen langs de weg. Dat betekent 60 km per uur. Net passeerde, je reed geen 60. Nou, toen hij hier voorbij ging, volgens mij niet veel harder. Maar ik denk dat ze over het algemeen hier wel harder rijden als 60. Daar ben ik helemaal mee eens. Ja. Mag fietsen, je bent zelf ook een fietser. Hier hou je niet van. Nou, ik fiets hier eigenlijk niet gauw langs. Ik zoek wel een andere route. Want over een tijdje natuurlijk wel volgend jaar. Dan zal ik met alle plezier hier fietsen als ik richting Mijl ga. Maar nou nog even niet. Want het is te gevaarlijk? Nou, ik vind het niet prettig fietsen. Het is sowieso gevaarlijk. Maar op het moment dat je steeds gepasseerd wordt door auto's. En zeker op het moment dat je een tegenligger ziet. Dan, ja, dat voelt niet lekker. Ja. Paul Smeets, projectleider, fietspad Mijlseweg. Daar komt de fietspad van Heusden naar de N279. Hoe lang is die dan? Ja, het wordt een fietspad van 3,8 kilometer. Aan één zijde van de weg, aan de zuidkant. Hoe gaat het fietspad eruit zien, Paul? Nou, het wordt een asfaltfietspad. Een paar stukjes worden tegels in verband met de kabelsleiding, met name de waterleiding. En de oversteken bij de zijwegen worden ook met tegels. Die worden uitgevoerd in rode tegels, zodat de oversteek goed zichtbaar is. Ja, en dat die zwart wordt, want ik vind een rode fietspad eigenlijk mooier. Ja, goed, hè, het gaat om de veiligheid. De oversteken doen we heel bewust rood, dat er goed contrast is. De rest, het wordt langere stukken, nou, dat is niet nodig om dat rood te maken. Het is ook buitengebied, maar het zijn lange stukken. Is gewoon asfalt duidelijk genoeg. Ja, je zei eenzijdig fietspad, aan welke kant van de weg komt hij dan? Als je hier van Heusden af naar Mijl gaat? Als je van Heusden af komt, dan komt hij naar de rechterzijde te liggen van de weg. Ja, dan zie ik hier een bos. Daar ga je niet zomaar omheen. Hè? Nee, we gaan niet om het bos heen. We gaan door het bos heen. Een beetje aan de kant van de weg blijven we liggen. Door het bos wordt een tracé vrijgemaakt waar het fietspad komt te liggen. Dat moeten we natuurlijk wel compenseren, dat kappen van het bos. We doen dat in het bos zelf door een stukje kwaliteitsverbetering te geven aan het bos zelf. Wat kom je allemaal tegen als je een fietspad legt hier? Wat zijn de obstakels over dit stuk van 3,8 kilometer? Nou, we komen hier toch wel van alles tegen. Hè. Er staan toch een aantal bomen in de weg, woningen dicht bij de weg. Nou, het bos uiteraard. Nou, in het bos daar zit natuurlijk ook ecologie. Nou, daar moeten we goed, hebben we goed naar gekeken van wat voor ecologie zit daar nou. En daar moeten we rekening mee houden, want we kunnen niet alles recht toe recht aanmaken. Ja, leidingen, riool ook mee te maken? Ja, kabels en leidingen spelen ook een grote rol.
Zeker voor gas en water, ja, die mogen niet onder asfalt liggen in verband met calamiteiten onder de gas van de gasleiding of het water. Ja, je zei het fietspad 2,5 meter breed wordt? Ja, het fietspad wordt 2,5 meter breed. Wordt dus aan één kant, terwijl je wel twee richtingen kunt bereiden. Ja, dat is genoeg, 2,5. 2,5 meter is genoeg, hè? Dus conform de richtlijnen. Dus niet super breed, hè? Dus geen super breed, maar het is ook niet dat het een echte drukke fietsverbinding is. Als het klaar is, dan... jullie gaan beginnen na de vakantie. En hoe lang duurt het dan voordat het klaar is? Nou, het moet in dit jaar af zijn. Dus in december moet het klaar zijn. En we beginnen naar de bouwvak.